Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag gaan we weer Domi spelen. En deze week is er een nieuwe update met een nieuwe Story Wars refresh. Nieuwe toys en nieuwe auto's en zo. Dus laten we meteen gaan kijken wat er allemaal nieuw is. Als eerste gaan we natuurlijk even kijken bij de Story Wars. Ik heb nu bijna het Golden Egg. Daarna krijg je het Diamond Egg. Maar normaal kan je die ook zien. Alleen nu kan ik ze niet zien. Jee. Hoe kan ik daar nou bij komen? Oké, ja. Ik laat ze zo even in het einde van de video zien. Van het einde. Ja, u snapt al wat ik bedoel. Ik ben trouwens een beetje aan het proberen met mijn inventory te groeien. Dit is wat ik nu tot zover heb. Dus ja, als jullie misschien eens een inventory review willen, laat het zeker weten in de reacties, want dan kunnen we dat eens doen. En dan gaan we nu naar de gifts. Ja, ik krijg nu allemaal meldingen binnen van, hoe heet het? Ik doe het geluid even uit. Ik weet niet of je dat heel hard hoort, maar ja. Laten we kijken. Wacht. Oh, hier is een nieuwe agent. Oeh, wat is dit? Je hebt de medieval wagon en de... Wat is dit? Een emperor's chariot. Die kon ik helaas niet meer kopen, want ik heb geen Robux meer. Deze kunnen we op zich nog kopen. Maar ze zeiden dat er ook nieuwe toys zou zijn. En ik zie ze bij de gift niet, dus ze zullen waarschijnlijk hier zijn... Maar je kan ook gewoon vliegen. Dus dan ga ik even kijken of die hier zijn. Want ja, dat is wel handig als ze op zich. Of ja, dan moeten ze denk ik wel zijn. Kijken. Nee. Oké, wacht. Eén moment. Oké, ja, ik ben er weer, jongens. Ik heb even de update video gekeken. En het blijkt dus dat je die nieuwe toys en zo krijgt in de... Hoe heet het? Oh, iemand heeft al een Pomeranian. Maar ik laat al de pets en een super luxe toy op het einde van de video zien. Dus als je die wilt zien, blijf kijken tot het einde. Ik zal het ook even in de titel zetten. Of in de bio. En dan, ja, dan zie je het dan. Ik kan het schelen, sorry. Oké, dus deze kun je wel gewoon kopen. Dus laten we de Medieval Wagon kopen. Even kijken hoe die eruit ziet. Hij is raar. Voor de mensen. Oh, dit is echt zo cool. Dit is echt een beetje een Halloween vibe of zo. Ik ben helemaal vergeten om Engels te praten in deze video. Het maakt ook niet zoveel uit. Oh. Ja, en sorry voor vorige week, want vorige week heb ik de update video helaas niet kunnen opnemen. Ik kon wel nog een video eroverheen maken, maar ik vond het een beetje stom, want dan kon ik het wel laten zien, maar dan kon ik het niet kopen. Want het was echt heel duur, die update. Maar geen haat of zo, want het was wel een superleuke update. Ja, dit is dus de nieuwe... Hoe heet dat? Medieval Wagon. En hij is best... Hij is op zich wel cool, ja. Dan heb je nog... Ik zou jullie een kleine hint geven. Hoe heet het? Met die nieuwe pets heb je een Pomeranian, is een hondje. En een orka, een... hoe heet het? Ja, dit is een zoogdier en die leeft in de zee. Ik denk dat jullie wel weten wat een orka is. Dan hebben we nog een hint voor het speeltje. Het heeft iets met mijn YouTube-kanaal te maken. Dus als jullie het zeker willen weten, blijf dan kijken tot het einde. En trouwens, ik zal even een inventory review doen. Dat is wel leuk. Oké, ik heb geen gifts. Toys heb ik best wel veel. Ja, want ik verzamel ze. Eigenlijk. Ik heb ook nog een paar oude toys. En die nieuwe camping set.
Vehicles heb ik ook wel een paar van. Food heb ik niet zo heel veel van. Strollers heb ik. Ik heb best wel veel petware, dat verzamel ik ook. Oh. Ja, dit heb ik. En dan nu de pets. Kijk maar gerust even rond. Als je iets ziet of je wilt ergens offeren, laat het zeker weten in de reacties. Ik reageer meestal gewoon op je reactie. Of ik moet dan net iets bezig zijn. Maar ja. Zo, ja, dat was mijn interview review. En dan, ja, dan was dit eigenlijk al wel de update video van deze week. Hopelijk vonden jullie de video leuk. En als jullie de video leuk vonden, dan een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. We hebben nu al bijna de 40 abonnees. En dat is zo. Ja, dank jullie wel allemaal. En ja, dan zou ik zeggen, dan zie ik jullie volgende keer. Doei! En trouwens, we gaan nu over naar de pets en de Pomeriaan en zo. Dus dat zien jullie zo. Doei! Oké, als eerst hebben we de Pomeranian. Kun je krijgen bij vanaf volgens mij 500 Star Wars. En hij is echt super schattig. Door naar de volgende. Hier hebben we de Orca. En deze kun je later krijgen dan de Pomeranian. En hij is ook echt heel schattig. En nu komt de toy waar jullie allemaal op gewacht hebben. Tada, dit is een rode panda speeltje. En hij is echt super schattig. Nou, hopelijk vonden jullie de video leuk. Doei!